Yo, kanais. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een video op mijn YouTube-kanaal heb geüpload. Klopt. Er is wat veranderd in mijn content. Wat jullie al afgelopen weken had gezien voordat ik even ging stoppen met YouTube. Het is verbeterd ongeveer. Zo ongeveer is het wel iets verbeterd dan vroeger. Maar ik ga niet stoppen met YouTube. Ik ga ook niet stoppen met Twitch. Maar ik wil jullie wat vertellen. Ik zat al een tijdje over na te denken. Wat als ik mijn streams ook op deze kanaal ook gewoon geüpload. Als jullie niet bij mijn streams aanwezig zijn geweest, bijvoorbeeld, dat jullie ook gewoon eens op mijn kanaal kunnen zien. En ik ga vanavond hou het ook even, hoe heet dat, een half uur live, want ik kan het al amper uithouden nu al op mijn kamer. Het is echt warm hier. Maar even terugkomen waar ik was gebleven. Mijn content wordt wel steeds een stukje bij stukje beter. En ik probeer wel steeds meer leukere en betere content te maken voor jullie. Maar ook voor mezelf. En klein. Klein leuk feitje over mij. Ik heb nog nooit, maar dan ook echt nog nooit, een video van mezelf gekeken voordat ik het ga uploaden. Of ging uploaden. Want ik weet niet altijd van hoe en wat de video is geworden. Ik edit sommige video's wel en sommige video's ook niet. Want ik probeer zoveel mogelijk ook dingen in one take op te nemen. En ook een kleine andere mededeling. Vanaf 9 september. Dat klinkt nog ver, maar dat is over ongeveer een paar maanden al. Want 9 september, dat valt op een vrijdag. En dan komt er al een vlog al online, want die ga ik ook die dag daarvoor of een paar dagen sowieso in dat week ga ik het maken. Maar nog meer leuk nieuws is over de 9 september, dan vertrek ik ook naar het buitenland. Ja, ik heb het al in een aantal video's al verteld, ik heb het op stream al verteld en dan kom ik pas weer uiteindelijk terug als jullie het te horen krijgen in een van de video's dan. En ja, dit is eigenlijk een soort van kleine mededeling, kan ik eigenlijk zeggen. Maar voor nu zie ik jullie bij de volgende video. En dat is namelijk volgende week al dat er een nieuwe video online komt. Ja, volgende week komt het grootste leuke video. Ze zei dat jullie diezelfde week de video kijken. Maar dan zie ik jullie bij de volgende video. Adios.